België blijft toch een koersland. En ja, je merkt dat toch als je aan het koersen bent, dat er veel supporters langs de kant zijn. En ja, dat is altijd wat tof. Koers graag in België en ik hoop van even goed doen als vorig jaar. Vorig jaar was ik tweede achter Remco en ik hoop dat het mogelijk is om dat te herhalen. Het was een fameus nummertje. Hij is Belgisch kampioen geweest. Het is niemand minder dan Dries de Bont. Voordat ik prof was, heb ik meegemaakt van dichtbij als kleine jongen toen ik zelf aan het koersen was. Dat de profs naar mijn dorp kwamen om daar de Ronde van België te betwisten toen. En dus dat heeft ja, heel goede herinneringen. En om daar dan zelf jaar op jaar tussen te staan nu, ja, dat geeft wel een goed gevoel. Ja. En ik kom heel graag deze ronde rijden. De enige echte werelduurrecordhouder is Victor Kampenaerts. Er zijn mogelijkheden voor mij om hier in klassement te rijden. Ik heb hier al eens een keer tweede geweest. Ja, ik denk vooral met de ploeg hebben we verschillende ijzers. In het vuur. Ik denk vooral aan Team Welles en Florian Vermeers. Waarom niet Arnaud Delis? En op die manier denk ik wel dat wij als ploeg de sleutel hebben om het klassement te bepalen.